Nou, we hebben één nachtje gewacht. En toen hadden we dit. We hebben wat nieuws. Namelijk dit. Het zijn water beads. Het ziet eruit als iets wat je op je ijsje doet. Of op een taart of een toetje of weet ik veel. Van die dingetjes, van die spikkels, weet je wel. Die je kan eten. Maar dat zijn het niet. Het zijn waterballetjes. En nu zijn ze dus heel klein. Je moet ze in het water leggen en dan worden ze groot. En dat schijnt dus heel leuk te zijn. Nou, ik weet nu al dat Nora helemaal loco gaat als ze dit ziet. Want het is kleurrijk en je kan er lekker mee tuttelen. Nora is 5, Casper 6. Dat kan wel, maar ik zou dit niet met jonge kinderen doen. En misschien ook niet kinderen van 4. Er staat op dat het onder de 3 niet moet. Maar kijk een beetje uit, want het ziet er echt uit als iets wat je kan opeten. Maar het is natuurlijk gewoon plastic. We gaan het uitproberen. Nou, Cas is ook aangeschoven met een bak. Jongens, nu komt het belangrijkste gedeelte. Rustig aan met de oorbeads graag. Rustig ademhalen. Ja, rustig ademhalen is ook altijd een goed idee, maar vooral rustig aan. Voordat we straks 50.000 van die balletjes hebben. Oké, nooit doe maar. Uiteindelijk worden ze heel groot. Ik ben gewoon helemaal benieuwd. Ja, ze worden heel groot. Nou, dat is wel genoeg. Stop maar. Nee. Denk ik. Ja, maar ze worden echt heel groot. Nee, je doet echt best veel. Zo, stop maar. Mama, mag ik daar nou ook nog een beetje? Nee, schat, want hier, ons hele huis was straks overgenomen door jullie. Of nog een beetje meer? Ja, weet ik echt niet. Nou, doe maar een beetje meer. En nu? Mama, mag ik ook nog een beetje? En nu? Nee. Nee, nog een heel klein beetje. Nou, eentje. Zo consequent. Hier eventjes een bewijs van hoe consequent ik ben in de opvoeding. Oh, dit voelt echt zo lekker. Ik heb er geen enkele ruggengraat. Nee, echt, tot nu. En nu komt het gedeelte waar jullie altijd zo goed in zijn. Wat denken jullie dat dat is? Dit is echt iets waar jullie verschrikkelijk goed in zijn. Wachten. Ja, klopt. Heel lang wachten. Geduld, dat is echt een talentje van jullie. Zet het maar weg. Ik denk dat het morgenochtend... Een beetje gekookt. Dat het... Kijk. Iets onstuurlijks. Ja, denk het ook. Het ding is echt heel leeg. En het staat op dat er 50.000 balletjes in zitten. Dus ik ja, maak 50.000 balletjes. Maak me hele groot. Nee. Stop. Heel klein beetje. Nee, ook niet een heel klein beetje. Oh. Maak me grote zorgen over morgen. Maar goed, dat zien we dan alweer. Oké, zet de bakken maar weg. We gaan wachten. Nou, het hele proces van deze balletjes wordt hier nauwlettend gevolgd. Entertainment op zichzelf. Is het leuk, hoor? Ja, kijk. Ja, mooi. Maar ze kunnen nog wel wat groter. En deze wordt doorzichtig. Ja. Allemaal verschillende kleurtjes, hè? Maar is er wel roze? Weet ik niet. Ga maar zoeken. Maar is dat wel in de verpakking? Oh, nou, dan moet hij moet ergens zijn. Nou, hier ben je nog wel even mee bezig. We hebben één nachtje gewacht. En toen hadden we dit. Ze kunnen nog groter worden met meer water. Maar Nora kan natuurlijk helemaal niet wachten tot ze de resultaten kan bekijken. Dus, oké. Kom maar, Nora. Je mag kijken. Tadaa. En dan denk je misschien, wat kan je ermee? Dat denk ik namelijk ook. Maar je kan er dus lekker met je handen in gaan zitten. Je kan al die kleurtjes sorteren. Oh, mama, weet je wat je kan doen? Kijk, ik heb hier al die bakjes. En dan kan je met die kleurtjes sorteren. Maar zoveel kleuren zijn er wel. Ja? Dan kan je er nog een keer met je handen in zitten. Dat je het lekker mee kan spelen. En mama, weet je wat je ook kan doen? Ja. Ik gok blij. Oh, dat is ook een leuk spelletje. En wat je er niet mee moet doen, is die bak omgooien. Kijk, je kan er dus allemaal spelletjes mee doen die ik nog niet had verzonnen. Namelijk, het spel wat Noah en Kast net hebben bedacht. Oké, hoor. Ik had het nooit weten. Twee kanten. Nee, die.
Nou, te raden. Ja, maar, okay, ja, dat is... En nu alles op kleur sorteren. Oh ja. Nee, grapje. Dat duurt veel. Ben je nog een jaar bezig? Nee? Nou, gaan we lekker spelen, jongens. Yes, ja.